Yo mensen, Jarrasque hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Call of Duty Advanced Warfare single player aflevering. We hebben natuurlijk in de vorige aflevering door het ijs gebikkeld, onder water gezwommen en bushes overleefd. En nu gaan we weer verder waar we gebleven waren. We hebben hulp gekregen van Gideon, die staat daar. En ik moet deze stinger oppakken, dus dat gaat nog leuk worden denk ik. Die hoort bij ons. Eigenlijk niet, maar hij hoort nu wel bij ons natuurlijk. Vito Pilot. Oh, deze ding gaat eraan. Kom maar. Oh, daar komt hij. Dat is de cargo. Hij is natuurlijk de leider, zeg maar, van Atlas. Dus hij laat nu het cargo hier naartoe komen. Hij is zeg maar de leider, dus hij kan het gewoon die mensen... Toen was hij neer. Mitchell on me. Mag ik mijn wapen nog terug? Want die stinger heb ik niet meer nodig. Waar liggen mijn wapen? Wacht. Ah, mijn wapen. Kut man, mijn wapen is weg. Nee, fuck it. Dan gaan we er gewoon naartoe. Gewoon er naartoe. Oh shit, wacht. Hij glijdt dat ding. Oh, kut. Ik kom eraan. Eén moment. We moeten hem houden. Ik pak hem. Yo. What, yo. You failed to recover. Ik druk dubbel. Ik druk twee keer op A, man. De controls van dit spel die werken nooit mee, man. Oké, nu ga ik wel als eerste. Ik druk de dubbel jump op A, maar ja, dat werkte niet, zo te zien. Ja, ik ren al, maar ik mag er nog niet naartoe. Oké, nu wel. Oké, glijden. Woep, woep. Glijden. Oké. Recover dat ding. We trekken één zo'n tube eruit. Dat weet ik nu wel. En dan moeten we dubbel jumpen. Dus twee keer op A. Xbox, twee keer op A. Ja, nu doet hij het wel. Het heeft steeds een tweede keer nodig, man. Cargo is secure. En de rest flikkert naar beneden. Ik heb die cargo in mijn handen. Dus we hebben één zo'n bom nog weten te redden. Natuurlijk zaten er heel veel in. Maar één bom is van ons. Woo! En dat was de missie alweer. We hebben twee punten om te upgraden. Ik upgrade mijn armor nog wel wat meer. Dan kunnen we natuurlijk niet zo snel doodgaan. En dan kunnen we meteen weer verder naar de volgende missie. Dus kom erop. This is Manicore. Dat is de bom. Biological agent designed to target specific genotypes. If your DNA signature isn't in the Atlas database, you're dead. So, he can drop this in the middle of a battle. His troops live, ours die. That's right. Contact with even a single spore is fatal. Chem suits are useless. Is it operational? Unknown. But because he produced this sample, he could already be manufacturing at an industrial scale. If he is, we need to know the where and the how. It's the only way we bring Irons down. Problem is, Atlas has dozens of sites capable of mass production. By the time we put the pieces... Gideon has the location. Are you sure he can be trusted? This mission doesn't happen without him. What other choice do we have? Oké, dan gaan we weer naar Gideon toe. Dus die bom, dat is een bom dat als je dat dropt en je DNA zit niet verwerkt in de bom, dat je dan gewoon doodgaat. En degene die er wel in zitten, die overleven het. 3 minutes to target. Let's go. Uh-oh, missile. Ja, dat zei ik. EMP. Nee, het is een EMP. Zie je? Atlas EMP. Dat hoorde ik al. En nu? Ik zal maar springen. Jump! Ja, dat is kut hè, als je een EMP op je kop krijgt. Want ja, dan werkt het niet meer. Biolab. Bulgarije, Exotype Specialist, Rideshield Overdrive en Cloak. Cloak is natuurlijk onzichtbaar worden. Die Rideshield heb ik ook nog nooit gebruikt, by the way. Dus ik gebruik eigenlijk nooit die abilities. Maar dat maakt niet uit, het gaat om het idee. They're on it. Leg it, ja ik ren wel. Doe jij je helmpje nou maar op. Holy shit. Doet. Don't let that sniper dial us in. Hey, kijk, staat hier een intel. Hey, die is van mij. Jee, nummer 2 jongens, we gaan al goed. Nummer 2, wow. Oh shit, kijk uit man. Ik zou maar rennen als ik jou was. Die helikopter is wel scheef hoor, even voor de duidelijkheid.
En onze exoskeleton suit werkt natuurlijk ook niet, want we zijn nog steeds ge-EMP'd. Ik hoop dat die zo meteen wel weer werkt, want zo'n EMP duurt natuurlijk ook niet voor altijd. Glijden! Run! Run, ja, ik ren wel. Als jij nou ook rent. Door het water heen blijkbaar. Gaan we zwemmen? Ik ga zwemmen. Kom op, lopen, lopen, lopen. Als we helemaal in het bos zitten, kunnen ze ons niet meer goed zien, man. Want we wel in het dikke bocht bos zitten. Want anders zien ze ons nog maar. Gaat goed. Ons exo is aan het rebooten, dus we hebben nu nog steeds geen exo. Come on, ik kom. Mag ik al komen dan? Moet je wel even opschieten, man. Up here. Yo, 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 yo. Schiet op. Oké, kom eraan. Kom ik. Move it. Oh, 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 hij breekt af. Wacht even voor die helikopter. Come on. Ja, ik ben bezig. Exo's up. Cloak. Cloak. Exo is up. Oké, we zijn al zichtbaar. We zijn al zichtbaar. Oké. Exo doet het weer. En hoppatee. Nu zijn we ook weer sterk. Waar is die andere fan nou? Hij is onzichtbaar. Waar ben je? Waar is die? Oh shit, hij is hier pas. Ik zit te zoeken, man. Maar hij was onzichtbaar. Mijn cloak is wel bijna voorbij. Ja, let op mij. Als je het rechts in je beeld zie je cloak staan. Hoe lang ik het nog heb. Easy. Niet hier naartoe. Oké, hij vliegt door, we kunnen. Mijn cloak is bijna voorbij, vriend. Let's go. Let's go. Ik heb niet zoveel tijd meer. Een moment, ik moet wachten. Ze zien ons toch niet, want we zijn onzichtbaar. Zo. So, en hij heeft die andere. Oké. Okay. Ik moet even mijn cloak opladen, ja? Eén moment. Our helo smoked in hard. We're in E&E mode, in need of immediate exfil. Ja, was niet zo handig. Doe het maar weer aan. Oké. Fucking hell. Too much activity. Flank right. Flank right. Right, right. Ik mag niet schieten, want er zit geen suppressor op namelijk. Dus dan zijn we de lul. Nou, heb jij die vent of niet? Wacht, er komen auto's aan. Hij gaat hem knijven, let op. Let's go, mooie man. Let's go, die is down. Hold up, charging. Cormac en Knox should be at the RV by now. Let's move. Two in the vehicle. Plant a mute charge. We'll take him out quietly. Yo, één moment. Take out the passenger. Nu kunnen ze ons niet meer horen, want het is zo'n mute plant. Dus dan hebben ze geen geluid meer. Kan ik hem even uitschakelen. Hij zat nog aan de telefoon ook, die lul. Zo, die is down en... Die is ook down, oké. Okay. Nemen we die auto of niet? Nee, oké. Okay. Niet dus. Waar gaan we naartoe, Gideon? Ze kunnen ons toch niet zien, man. Dit is awesome. Charge up. Yo. Even opladen. En ik ben weer opgeladen, let's go. Moving. Ja, dit gaat lekker zo. Er komt gelukkig niemand aan. Maar ja, ze kunnen ons toch niet zien, dus dat maakt ook niet uit. Convoy ahead. Hold up. Yo. Charge your cloak. Yo. Zo, er zijn drie Goliaths. Het zijn drie Goliaths. Vier Goliaths, even voor de duidelijkheid. Volgens mij... Nee, oh kut.
Holy shit. Almost there. Yo. Oh shit, er komt de auto aan. Wacht op mij, wacht. Cloak's useless against it. Avoid the beam. Ik volg gewoon jou, ja, is dat ook goed? Dus ik kan bij hem in de buurt blijven, ik kan die beam mij ook niet vinden. Dat is 1, 2, 3, 4. What's that beam? Ja, ik kijk wel uit. Ik zit naast jou, dus dan zit ik hopelijk wel goed. Oké, go. Go. Yo. Wait. Oké, now. Nou. Ik moet hem even opladen, één moment. Even opladen. Yo, hij kan weer. Oké. Okay. Let's go, maat. Dit ding wil ik ook hebben, man. Zet Harry Potter dit. Je hebt een multiplayer in game mode zitten met de bal. En hier heb je een onzichtbaarheidsmantel. Alleen dan wat geavanceerder. Of wat advanced geworden. Mag ik dit ding niet even uitzetten, want anders... This is it. Cormac, we're on approach. Yo. Goedendag. You good? Hier is de silencer op. Hier zit de silencer op. Hier ook? Yo, oké, we hebben twee wapens met silencers. Kid, our mission was over before it began. We're not leaving until we take a look at this place. I don't see a fucking thing. Knox, show him. Sending you my feed. Chemical signature, boss. And lots of it. They've got something to hide. We lost the initiative. We should come back another day. There is no other day. This thing goes sideways. It's on you, my friend. It's always been on me. Wat is die van mij? Oh, ik moet hem zelf weer neerzetten. Ze hebben er 3 klaargezet en waar is die van mij? Nergens. Niers. Zet ik mijn eigen wel neer, hoor. He's a hard bastard. I'll give him that. Let's get it done. Let's get it done. Let's go, Gideon. Helpatee. Holographic canopy. So. Target building up ahead. 2 guards by the camera. Mitchell, pick a target. Kan die? 3, 2, 1. Lekker boys, top. This is our breach point. Mitchell, get us in. Mute plant, kunnen ze niks meer horen. Hoppatee. En breach hem maar. Boom. Komt ie. Ik heb ze. Nog meer. Nice. Nog één. Two in the hallway. Take them out. Ik heb ze. Clear. Kingpin, we've infiltrated the target building and are proceeding to the server room. Roger that. We have you up on a strong ISR feed. Stay with the plan. Roger. Hit the stairs. Got you covered. Oké, ga maar. Oké, daar gaan we weer hoor. Kan die? Mitchell, your lead. Your lead. Clear. Kom maar. Get on that console. Clear. Oké. Begin upload. Oké, boys. Grip the room. Drives, data packs, anything interesting. You know the drill. Kingpin, commencing SSE. Uplink to follow. Standing by to receive that package. That Grand Poddles, 2 over there. Uit de verkeerde. Wat een lul, jongen. Bingo, we have the package. Transmitting. Uplink confirmed. All right. Burn it down. Burn it down. Thermite out. Blow this place in bioweapons. What? It's gonna take Irons down. Slaat dit wisselscherm ook kapot dan? Wow, ja, dat wou ik net zeggen. Let's go. Oké, alles gaat kapot. Elke computer gaat kapot. Nu moeten we hier weg zien te komen. Let's go, boys. Ze komen eraan. They just activated a sensor net. Our cloak is gonna be useless. Okay,
Stealth's no longer an option. Watch out for sensors. They'll scramble our exos. Go! Go! Kom dan, ik heb nog 5 kogels. Zo, 5 kogels waren niet genoeg zoals je kan zien. Oh joh, er staan er niet veel. Sensor in the corner. Kill it. Ik heb hem. Jammer jongen. Jammer jongen. Oh, die hebben een shotgun joh. Gaan we nou met shotgun schieten jongens? Vind jij dat wel helemaal normaal of niet? Ik heb hem. Left, ik ga left. Ik heb er 1, go. 3 en links. Kut sensor. Ik heb hem. Sensor is down. Okay, move, move, move. Gideon, je staat... Oh. Gideon is ook niet zo slim, hè? Maar ja, maar maakt niet uit. Hij doet wat hij moet doen. Wat een granaat aan, jongens. Vang die maar op. Zo, wat een kutscope. Oh, wat een kutscope in één keer. Wow, yo. Jammer, jongen. Ik kan door de muur heen schieten. Oké, move, move, boys. Kutsensor. Dank je. Hij is al down. Dan kunnen jullie niet raak schieten dan. Ik heb ze allemaal. Kom maar. Oké, boys, dat was hem. Hier staan al die bommen. Ze planten we eventjes een bommetje bij. 1 dikke granaat. Hoppatee. Yo, ik heb hem geplant. Komt ie, ja? 3, 2, 1. Hit it. Kingpin. Manticore is secure. Wat was dat? Oh, dat was een gasbom. Kun je dat even eerder zeggen? Ik ga helemaal leuk doen. Ik dacht alles gaat oploffen. Even denken hoor. Ik heb deze bal maar. De bal is wat chill namelijk. Oké. We're moving. Keeps getting better. Contact! Contact? Nee, je meent het. Er zit er vet veel, man. Die sensor kan niet kapot. Ik dacht ik maak alle sensors kapot, maar deze kan nou net niet kapot. We kunnen verder jongens, kom maar. Niet te ver, je kan een stukje verder. Ze hebben nu ook laser sights van deze vijanden. Yo, ik heb hem. Yo. Down, kom maar. Kut man. Oh shit, ik sta aan een fucking schild. Wacht even, even eruit. Een schild, als je daarin staat, ga je vanzelf dood. Het is echt kut als je dat tegen je krijgt. Maar, ik had het gelukkig op tijd door. Is die dood? Nee. Nu wel. Oh kut, komt een autootje aan. Ja jongens, jullie kunnen nog niet eens uitstappen. Dat is kut, hè? Maar daar, ik zie hem zitten. Daar. Doei. En daar nog een. Doei. Zo. Handig man, dit schildje. Let's go. Ik heb genoeg ammo hierin zitten, dus dat is ook altijd mooi. En dan kunnen we weer verder, man. Hey,
That's how we roll. Is he down? Knox, let's go. Get this door open. Let's go. Mensen, ik ga hierbij deze aflevering afsluiten. Ik heb zojuist de Goliath gekillt en daarom bewaar ik mijn granaten ook heel vaak. Want ik kon nu gewoon in één keer 4 granaten gooien. En dan heb je natuurlijk ook de enige echte persoon heel snel dood. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Als jullie hebben genoten, geef me natuurlijk alsjeblieft een duimpje omhoog. Dan gaan we morgen weer terug met de volgende aflevering. Dus ik zou zeggen, tot morgen mensen. Bye bye.